Vanavond geen bijzonderheden bij Rode JC. Kalets in het doel. Verder Zende, Vrede, Luipers, Van Haren, Tjoetang, Niegaard, Van der Leur, Van der Heijden. Dan de topscorer van Rode JC, Peter van Hout. Hij staat al op 13 en hij vormt een prima koppel op het veld met Peters. Dan Sparta met Jansen in het doel. Achterin Jaliens, Marilja, Nieuwenburg en terug van een schorsing Dave van der Meer. Dat gaat ten koste van Antoine van der Linden, verder Van der Hoeven en Nico Jalink. Vorige week gepasseerd, nu in de basis in plaats van Nielsen. Verder de nieuwe man Ferguson, Van der Laan, El Khattabi en Den Dunne. Eddy Poelman geeft commentaar. Luipers. Die aan het eind van zijn Roda gaat verlaten en Van Hout heeft de kans en Van Hout scoort niet. Goed werk van Jansen. Van Hout was niet buitenspel omdat Van der Meer die positie ophief. En dat was op dit moment Van der Meer, die dan straks rechts in beeld verschijnt was het, die maakte dat het geen buitenspel was voor Van Hout. Jaliens in de rug van de tegenstander, maar Van Hout krijgt de kans, maait langs de bal. Zo blijft het bij dreiging, tenminste voorlopig. Maar nu Van Hout op Jansen. Op aangeven van Niegaard. Herkansing Niegaard over. Peters. En Van Hout heeft eens te meer de kans. Maar laat ook deze onbenut. Nadat Marilia ernstig mis zat. Hier. En dit is niet de eerste kans van de wedstrijd voor de toch tweede topscorer van de Eredivisie van het moment. Zende. Neergelegd door Van der Laan. Vrij trap met de bekende bezetting, dit keer getrapt door Van der Leur. Van der Heijden. Goed gedrukt schot, maar net langs de paal. Vrede. Jalink. Ferguson. Jalink. Nu even ruimte en vrijheid en benut dat voor een schot waar tenminste de nodige dreiging van uitgaat. Van Haren. El Khattabi kan daar nooit bij. Kalac. Goed getrapt en op tijd gestart door Van der Heijden en door Van Hout in het centrum. Daarom is het goed dat Marilja er is. Het is pas de eerste hoekschop overigens voor Roda. Terwijl het punt van het kwart wedstrijd al gepasseerd is. Corner door Van der Leur en uit de slagorde komt dan de luchtmacht van Roda. Luipers zet in. Bal haalt het doel niet. Van der Heijden zet in. Den Dunne was daar op tijd. En uiteindelijk loopt het met een sisser af. Zende. Niegaard. Bal wegverdedigd, maar niet voldoende. Dan Niegaard tussen drie tegenstanders in. Het is wel druk en wel dreigend, maar niet meer dan dat. Al bijna een half uur. Tjoetang naar binnen geknepen. En Tjoetang misleidt weliswaar Jansen, maar de bal gaat langs de paal. Ferguson. Jansen. Bal komt nog goed terecht bij Marilia. Maar daarna is het weer Roda. Niegaard speelt het niet uit. Nieuwenburg. En dan is daar plotseling Van der Laan. Van der Laan. Op zoek naar de ruimte voor een schot of een assist. Maar die brengt El Khattabi in verwarring.
Sparta's nieuwe coach Jan Eversen die zijn ploeg in deze wedstrijd echt voor de punten laat spelen. Of misschien wel het punt. Van der Leur. Nygaard. De tweede helft is op initiatief van Sparta uiteraard wat tam begonnen. Nu vangt Van der Meer Chutang op. Vrije trap. Met in afwachting de kopkracht. Peters. Op de vrije trap door Van der Leur. Van Haren. Van der Leur. Omzeilt Jalink. Van der Leur met Jalink in zijn spoor. Dan mist het schot precisie. Nieuwenburg. Wouden. Van der Meer diep op Van der Laan. En daar moet Kalaj in actie voor El Khattabi. Laval. En Torma. De beide invallers. De beide invallers. Maar Torma prikt de bal naast. Van Haren houdt de bal binnen. Zet de bal voor. Maar dan is daar niemand. Van der Meer maakt er een corner van. Zevende hoekschop voor Roda. Door Van der Leur deze keer. Peters. En van de lijn gehaald. Door Nieuwenburg. Vrede verlengt ingooi. En daar is Torma. En daar is het doelpunt. Het verlossende doelpunt voor Roda. 12,5 minuut voortijd. Die verre ingooi van het hoofd van Regilio Vrede. Niet geraakt door Peters, maar wel door invaller Torma. En zo is het dan toch 1-0 geworden. Dik verdiend overigens. Meer. Laan. Meer. Wordt dit dreigend? Bijna. Werd het dreigend door Vrede. Die zijn eigen doelman Kalaj tot redding dringt. Zo blijkt Roda uiteindelijk zelf het meest dreigend. Waar de aanval van Sparta meestal tijd het laat afwerken.